Hallo mensen, welkom bij mijn review van The Last of Us Remastered. Zoals jullie misschien wel merken aan de intro, want ik begin normaal niet op zo'n manier een video, is dit spel echt iets heel speciaal geweest voor mij. En waarom zal ik proberen duidelijk maken in deze review. Ik zou deze game qua genre willen beschrijven als een story-driven survival adventure game. Het is heel moeilijk om dit spel in een genre te beschrijven, want er komt echt wel van alles aan bod. Er komt een beetje horror aan bod, redelijk veel survival komt er aan bod, er komt een beetje third-person shooter aan bod. Dad, you're kind of freaking me out. Op bepaalde momenten doet het mij een beetje denken aan een game van Quantic Dream. Er komen echt heel veel genres aan bod in dit spel en het is dus heel moeilijk om er een echt genre aan te plakken. Maar ik denk dat survival, adventure, story-driven wel een solide beschrijving is. Jimmy, stay back! Jimmy, I am warning you! The Last of Us Remastered is een spel ontwikkeld door Naughty Dog. Dezelfde developer van Crash Bandicoot, Jack and Daxter en de Uncharted-series. Dus toch echt wel zeker een developer die door PlayStation-fans toch wel aanzien wordt als een van de betere in de industrie, als niet een van de beste. Maar met The Last of Us Remastered hebben ze zichzelf toch echt wel overtroffen. The Last of Us Remastered is een spel dat heel traagjes je alle aspecten van de gameplay en van het verhaal aanleert. Wat ik persoonlijk een zeer slimme beslissing vind. Aangezien de ontwikkelaar je op die manier heel traagjes en heel niet storend alle aspecten van het spel kan aanleren zonder dat het echt dus stoort. In vergelijking bijvoorbeeld veel andere games die je in één knal alle aspecten van de gameplay en van alles willen laten aanleren. En dan heb je echt wel zoiets van... Allee, dan heb je de helft niet door van wat ze aangeleerd hebben. En dan blijf je heel het spel lang moeilijkheden hebben. Terwijl The Last of Us en The Last of Us Remastered leer je stukje per stukje doorheen uren van het spel, kleine aspecten van het spel en het duurt... bijna tot in de helft van het spel hier, dat je echt alles door hebt wat het spel je wil aanleren, eerst dat allemaal aangeleerd is. En op die manier heb je echt alles door wat het spel je wil aanleren. En over het algemeen vind ik dit een veel betere strategie dan je in één knal van alles willen leren en dan de helft niet doorhebben. The Last of Us is een spel dat heel erg gefixeerd is op de storyline en dus de singleplayer. En voor deze review vind ik het dan eigenlijk ook maar eerlijk dat ik me vooral focus op de singleplayer en de storyline en alles in de singleplayer in feite. In plaats van te beginnen zagen dat de multiplayer niet zo mijn ding is. En dat er weinig modussen zijn in de multiplayer en zo. Ik zou daarover kunnen doorgaan. En ik ga het nu zeggen zoals het is. De multiplayer is absoluut mijn ding niet. Alhoewel dat ik ergens zelfs bij de multiplayer wel inzie waarom sommige mensen het graag spelen. Het is mijn ding niet. Maar het is zo... Als je dit spel ingaat, denkende dat je Call of Duty-style de singleplayer vluchtig gaat bekijken en dan de multiplayer honderden uren in gaat steken, dan ga je teleurgesteld zijn. Dit spel is omgekeerd. In dit spel moet je je echt wel kunnen focussen op de singleplayer en de multiplayer als een leuk extraatje zien dat je kan doen, maar dat echt niet de hoofdzaak is van het spel. De karakteropbouw in The Last of Us is ongelooflijk goed. Ze gebruiken heel kleine details in het spel die je op het moment zelf niet echt doorhebt, maar die op lange termijn echt wel een impact hebben op hoe jij de karakters in het spel ziet en die echt wel voor zorgen op lange termijn dat je echt wel de karakters begint te geven. Dingen die op zich niet zo speciaal zijn, zoals op een gegeven moment aait een van de hoofdkarakters in The Last of Us een giraf. Op zich is daar niks speciaal aan en zelfs niks emotioneel aan. Maar je geeft gewoon zo hard om die karakters dat dat echt wel iets speciaal wordt.
karakteropbouw in dit spel is enorm goed uitgevoerd. En is echt wel iets dat ik nog niet heb meegemaakt. Dat leidt ons dan ook direct naar de storyline van The Last of Us. En opnieuw kan ik niet anders dan te zeggen, de storyline van The Last of Us is ongelooflijk goed. Na het spel volledig uitgespeeld hebben, de singleplayer dan toch, voel ik me redelijk veilig om te zeggen van alle games die ik ooit gespeeld op gelijk welk platform, de storyline van The Last of Us is echt met kilometers voorsprong de beste storyline die ik ooit in een game heb gezien. Deze storyline had een betere Hollywoodfilm niet bestaan. Wie dat deze storyline ook geschreven heeft, is een genie en moet echt wel dringend een film maken over de films gesproken. Er komt een film van The Last of Us, dat is misschien een interessant commentary-onderwerp voor binnenkort. Maar wie dat deze storyline ook geschreven heeft, verdient een Oscar voor wat hij gedaan heeft. De storyline is heel meeslepend en komt soms echt wel heel verrassend uit de hoek. Het voelt absoluut niet cheesy aan. Eigenlijk als behalve dat ik, zoals vele mensen waarschijnlijk, heb wel de neiging om na te denken terwijl ik het spel speel van hoe het in de toekomst gaat gaan. En achteraf gezien kan ik u zeggen dat ik er 7 op de 10 keren compleet naast zat. Dus het is echt wel geen storyline die je ziet aankomen van verre van hoe het gaat gaan. In vage lijnen misschien wel, maar je gaat nooit echt zo'n situaties hebben waarin je zegt van dat gaat er gebeuren en dat dat dan ook effectief gebeurt. Dat gaat heel weinig goed. Nu, door al het positieve door. Er zijn problemen met The Last of Us en ook met The Last of Us Remastered. En ik vind dat veel reviews dat een beetje vergeten te mentionen, terwijl het naar mijn gedacht wel mag gezegd worden. Er zijn bepaalde dingen in The Last of Us die mij geïrriteerd hebben. Zoals bijvoorbeeld, ik heb redelijk wat controllerproblemen gehad in dit spel. Bijvoorbeeld als je een van de puzzels bezig was met een vuilbak te verplaatsen ofzo, dat ik dikwijls had dat een van de AI-karakters in de weg stond, waardoor ik eventjes vast zat. En dat het dus eventjes duurde voor ik die puzzel correct kon oplossen. Of dat de AI eventjes iets raar deed en midden door een vuurgevecht doorliep zonder iets te hebben. Dus er zijn wel degelijk momenten dat er eventjes iets een beetje misging op vlak van AI en controls. Soms zat de controls er ook een beetje naast, dat ze niet helemaal begrepen gelijk wat ik wou doen met mijn karakter. Dus soms zaten de controls en de AI er een beetje naast. En ik vind dat dat gezegd moet worden door al dit positieve door. Maar ik kan het u zeggen, de rest van dit spel is zo goed dat u echt niet gaat storen. Het gaat u misschien 2 minuten bodderen en daarna vergeet je dat gewoon. Het stoort echt niet. In The Last of Us zit een crafting onderdeel in. Iets wat in veel games in zit en altijd wel een mooi idee lijkt, maar zelden goed wordt uitgevoerd. Of het is te ingewikkeld, of er zijn te veel onderdelen of te weinig onderdelen. Er is altijd wel iets dat verkeerd gaat. En bij The Last of Us Remastered is dat echter iets anders. Ik heb het al gezegd, Naughty Dog staat bekend voor zijn geweldige uitvoering. En dat komt opnieuw naar boven bij het crafting onderdeel. Er zijn nooit te veel onderdelen, zeker niet. The Last of Us is een spel waar je echt wel moet opletten met wat je spendeert en wat je doet met de dingen die je hebt. Je gaat echt niet als je hele spel door al je kogels gaat verspelen en aan mensen vermoorden, dan kom je er zeker tekort. Maar er zijn er ook niet te weinig tot op dat niveau dat je je guns nooit te gebruiken krijgt. En dat is hetzelfde bij het crafting systeem. Je hebt nooit te veel onderdelen, waardoor het spel makkelijk aanvoelt op aan het crafting systeem. Maar er zijn er ook nooit te weinig, waardoor je het niet kunt gebruiken. En dat komt echt wel door in het crafting systeem. Het is ook niet ingewikkeld, want hoewel de onderdelen schaars zijn,
zijn er ook niet te veel soorten onderdelen. Dus het is heel begrijpelijk, het crafting systeem. Het is de juiste hoeveelheid onderdelen en de juiste verscheidenheid aan onderdelen. Het is een van de weinige games die crafting echt wel juist heeft uitgevoerd. En het voegt echt wel veel toe aan het survival element die toch wel sterk aanwezig is in deze game. Nu, over spelen gesproken, de gameplay. De storyline mag geweldig zijn. Als de gameplay zuigt, dan is het spel snel besmeurd en de storyline ook. En ik ben blij om te kunnen zeggen dat dit bij The Last of Us niet het geval was. Nu, ik ben op gameplay al een beetje ingegaan met crafting. Crafting is zeer goed uitgevoerd. Het werkt op zo'n manier dat je... In The Last of Us zijn er heel veel zijkamertjes... Het is echt wel een spel die je heel erg beloont voor het zoeken van die zijkamertjes. En echt wel wat schuiven open doen, op wat tafels kijken en kijken. Ligt daar niet wat ijzer die kan gebruiken voor een ijzerbom mee te maken? Of ligt er geen papiertje over de storyline? Het is een spel die je heel diep beloont voor het openen van zijkamertjes. Soms kan je met behulp van messen speciale kamers open krijgen waar dan altijd wel een grote reward ligt. Dus en Dizals is wel iets heel plezant dat je het spel traagjes en op je gemak kan spelen. Maar je kan het spel ook zeer snel spelen. In plaats van alles op een stealth manier aan te pakken zoals ik het proberen aanpakken heb. Zijn er ook al veel momenten in het spel waarop je ervoor kan kiezen om Call of Duty style met je shotgun de kamer binnen te rennen. En iedereen daar tegen de muur te knallen en met je knieën daarin tegen de muur te bonken. Er zijn meerdere manieren waarop je dit spel uit kan spelen en het zijn allemaal op zich redelijke manieren. Naar mijn gedacht is een beetje stealthy spelen de beste manier, maar het is iets dat je zelf kan uitmaken. Dat enhanced de gameplay ook veel. De gameplay is ook dieper dan dat ze op het eerste zicht lijkt. Op het eerste zicht lijkt het een beetje plattekus, een beetje te third person shooter-achtig, maar ik kan u zeggen... Naar het midden van het spel toe en het einde ook nog een beetje, wordt het echt wel veel dieper door middel van meer items die uitgelegd worden doorheen het spel. En de gameplay draait echt wel uit als veel dieper dan dat ze op het eerste zicht lijkt. Waardoor de fun factor van het spel niet zoveel achterwege blijft als dat, als dat je op het eerste zicht zou denken van een spel met een storyline zo goed als deze. Iets wat tot op de dag van vandaag indruk op mij blijft maken als ik video's kijk van The Last of Us. Of ik wil nog eventjes een scène herbekijken en ga dat dan herbekijken ook. Iets wat mij daar op dat vlak blijft verbazen is de hoeveelheid diepte en detail in dit spel. Dit is een spel waarin je zo diep kan gaan als dat je zelf wilt. Je kan het heel vlak bekijken en het spel... op een relatief korte tijd uitspelen. Maar je kan ook ieder papiertje en iedere zin en iedere optionele conversatie allemaal uitgebreid lezen en het spel enorm lang en enorm diep maken. Want als je echt alles wilt weten van de storyline, kan je echt heel diep gaan in dit spel. Het spel zit vol met zijkamertjes en zo waar je allerlei dingen kunt vinden over de storyline, op bandopnemers, op papiertjes, op brieven. Allemaal zij-storylines of zelfs stukken over op de main storyline die je daar kan vinden. Er zit heel veel diepte in de storyline van het spel en in het spel zelf. Maar voor diegenen die dat niet willen, die bijvoorbeeld een let's play van dit spel doen of zo, je kan dit spel ook vlakker spelen, zodat de diepte uit het spel... Dat de diepte het spel voor jou niet te lang maakt. Dat is perfect mogelijk om het spel op die manier te spelen. Net zoals bij een film zijn soundtracks in een spel heel belangrijk. En zijn ze bedoeld echt wel om de toon aan te geven van de situatie waarin je je bevindt. En dat wordt in The Last of Us opnieuw heel goed gedaan. En de soundtracks geven echt wel de toon aan van de situatie waarin je je bevindt. En... De soundtrack lijkt op het spel in dat aspect van details maken heel veel uit. De karakteropbouw bijvoorbeeld is gedaan voor een groot deel door kleine detailtjes.
En bij de soundtrack is dat ook zo. Veel van de emotie uit die soundtracks komt uit kleine details. Soms een paar noten maken de hele soundtrack die echt wel de hele toon aangeven voor de soundtrack. Ze zijn goed uitgevoerde soundtracks en ze passen de situaties waar ze voor bedoeld zijn. Nu de graphics. Wauw, is dat moeilijk om te beschrijven. En moeilijker om te beschrijven dan meestal. Zoals jullie weten, The Last of Us en The Last of Us Remastered zijn min of meer dezelfde games. Met het verschil dat Remastered betere graphics heeft op papier. En dat de Left Behind DLC en al de multiplayer DLC allemaal included is. Dus de games zelf zijn hetzelfde, maar de graphics en de DLC systemen verschillen. Wat ik persoonlijk van de graphics vind, ik ga jullie zeggen, ik heb het origineel nooit in mijn handen gehad. Dus ik kan misschien minder goed zeggen wat het verschil is met de PS3-versie. Maar de PS4-versie voelde botervloeiend aan. En als ik zo op YouTube zo wat vergelijking bekijk tussen PS4 en PS3, vind ik toch wel dat het echt duidelijk is dat de textures scherper zijn. Dat het spel over het algemeen veel scherper is. Dat het soepeler loopt, ook het spel. Want er zit in het spel zelf een mode om 30 fps in te schakelen in plaats van de 60 voor het normale loopt. En als ik daar tussen wissel, zie ik echt wel een duidelijk verschil in soepelheid. Ook het spel zelf is veel scherper doordat het nu in 1080p is in plaats van 720p. Dus het is een mooie upgrade en het maakt dit spel wel next-gen waardig. Maar in mijn opinie, zeker in het design van de levels, zie je wel dat het een PS3-game is. Het is moeilijk te beschermen, maar ik vind wel dat je dat voelt, dat het origineel een PS3-game was. Maar door de upgrades die eraan gedaan zijn, vind ik wel dat het next-gen waardig is. En het breekt het spel zeker niet. De graphics zijn een compliment voor het spel en zijn voor een game die enkel geport is naar de PS4, maar met wat kleine upgrades. Zijn ze soms zelfs nog redelijk indrukwekkend, wat redelijk sterk is voor een geporte PS3-game. Dus over de graphics kan ik zeker niet klagen. Nu zo mensen, dit is een extreem lange review geweest, maar ik wou echt wel een uitgebreide review geven van een toch wel uitgebreid en lang spel. Zeker als je er diep op ingaat in het spel, is het echt wel een lang spel. Maar na heel dit spel gespeeld te hebben, kan ik niet anders dan zeggen dat dit een van de beste games is die ik ooit heb gespeeld. Het regende tienen toen dit spel origineel uitkwam op de PS3. En het is niet meer dan verdiend. Het is een fenomenaal goed spel. En iedereen die een PS3 of PS4 heeft, wil ik toch echt wel vragen, als je ergens een gaatje in je budget vindt voor de 30 à 40 euro, soms 50 te geven, die waarvoor dit spel te krijgen is, doe het. Dit is een van de beste games voor de PS3 en waarschijnlijk de beste voor de PS4 nu ook, want het is op PS4 ook nu. Dit is een van de beste games van de laatste 10 jaar. Misschien wel een van de beste games aller tijden. Er zijn bepaalde sites die het geprezen hebben als een van de beste games aller tijden. Het is echt wel het oppikken waard. Je zou een extreme afkeer moeten hebben voor games met een grote storyline. Met een goede storyline om dit spel niet goed te vinden. Het is echt een aanrader. Ik ga mijn review hier eindigen. Ik hoop dat je jouw mening misschien kan geven onder deze review. Laat me weten wat je van deze video-review vond, want ik heb er toch wel wat werk in gestoken. En tot de volgende keer.